Via Cultura Weekend Magazine praten we deze week over het Wervenpark, de groene long van stadswerven, spreken we Edward Thompson over de bouw van het schip van rivier Boot Stad en Kees Dijkman die daar een fotoserie over maakt. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinvasten. Dames en heren, welkom bij Weekend Magazine. We zijn er weer op een bijzondere vrijdag, de vrijdag dat in de Detoshal in Dordrecht de vaccinaties voor corona beginnen. Dat is toch wel iets om even bij stil te staan. Misschien ook de dag dat er een kabinet valt. Gebeurt ook niet alle dagen. En de week waarin Kees Klok zich nogal boos maakte over het plaatjesverzamelboek van 800 jaar Dordrecht, wat door een aantal supermarkten in roulatie is gebracht. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. We gaan praten over Inter Amicos strakjes. Welkom. Maar we beginnen met een plan voor een nieuw park, het Wervenpark, wat eigenlijk de groene long moet gaan vormen voor de nieuwe wijk Stadswerven die al volop vorm krijgt. Kitty Westgeest, jij gaat over dat Wervenpark. Ben je ook verder betrokken bij de ontwikkeling van die hele wijk of specifiek het park? Nee, ik ben ook betrokken bij de wijk. Ik doe het bouw- en woonrijp maken van Stadswerven Noord. Dus ik zorg ervoor dat de grond gesaneerd wordt en klaargemaakt wordt voor de bouw. En nadat er gebouwd is, dan zorg ik ervoor dat de openbare ruimte wordt ingericht. Oké, dat bouwrijp maken ligt al enige tijd achter ons. Er zijn al aardig wat gebouwen verrezen, er wordt nog volop gebouwd. Wat is het bijzondere aan deze nieuwe wijk in Dordrecht? Het is eigenlijk een stukje verlengde van de binnenstad. Mensen kunnen straks heel snel over het water heen, over de nieuwe Prins Kruisbrug naar de stad. En staan eigenlijk meteen in het centrum, dus alles is binnen handbereik. Mm. En het is natuurlijk een unieke plek. Aan de rivier, prachtig uitzicht. Ja. Dus ik denk dat daar wel een hoop mensen willen wonen. En aan die rivier had je vroeger scheepswerven. Dat maakt ook dat het park waar jij je ook mee bezighoudt, het Wervenpark komt te heten. Want het is echt de locatie waar vroeger een scheepshelling was en gebouwde schepen het water in gingen, geloof ik. Hè? Ja, het is eigenlijk de oude scheepswerf van de Biesbos. En daar werden schepen gebouwd en te water gelaten en werd het dok drooggezet. Er zijn ook allemaal oude plaatjes van, zo'n prachtig gezicht, die oude historie. En we hebben geprobeerd om die historische waarde eigenlijk terug te brengen in het park. Dus een groot deel wordt ook in beslag genomen door die oude scheepshellingen. Die we dan wel weer bereikbaar willen maken voor het publiek. Ja. En anders moet je ze slopen. Ze zijn ontzettend oud al. Dus er moeten wel echt wel wat maatregelen gebeuren om ze ook veilig betreedbaar te maken. Ja. Maar het eindplaatje is dus echt dat je die historie weer gewoon echt kunt aanraken en kunt zien en kunt ervaren. Ja, je kan er straks ook op. Dus er moeten ook allemaal hekken aangebracht worden. Dus het is wel echt een operatie. Maar je kan er wel echt, bovenaan staan en dan naar beneden kijken. En helemaal tot op de punt van de rivier inlopen. Bij wijze van spreken dat je echt volledig uitzicht hebt. En dan, je loopt eigenlijk door een stukje natuur daar naartoe. Want, omdat het getijde erin kan, krijg je ook een klein stukje biesbosnatuur in het klein. Ja, dus die combinatie is wel uniek. Ja, ik probeer me een voorstelling te maken van hoe dat er dan uit komt te zien. Wat voor een vegetatie, wat voor een bomen, planten moet ik dan aan denken? Hoe gaat dat eruit zien? Nou, vooral op de waterlijn is het eigenlijk een natuurlijke ontwikkeling. Dus dan krijg je echt een beetje biesbosachtige natuur. Het is niet de bedoeling om daar echt verbossing van wilgen te krijgen, want dat krijg je natuurlijk snel daar zo. Dus we proberen dat wel redelijk kort te houden. Maar er mag wel wat ontstaan natuurlijk. En veel riet en dat soort beplanting. Wat hoort bij die biesbos natuur. Dat is echt over de overgang van water naar land. En hoe verder het land op, hoe cultuurlijker, zoals je dat zegt. Hoe cultuurlijker begroeiing je krijgt. Maar wel inheemse beplanting wordt er aangebracht. Ja, oké. En hoe groot wordt dat park ongeveer? Want ik heb wel eens gehoord van mensen die verhuizen naar Stadswerven, dat ze het allemaal nog een beetje stenig vinden. Nu komt er gelukkig toch een heel is het park. Het is wel, meestal drukken we dat uit in zoveel voetbalvelden groot. Maar, dat is het hele goeie. Moet eerlijk zeggen dat ik daar niet naar gekeken heb. Het is niet een supergroot park. Het is wel echt ingeklemd tussen de bebouwing.
Dus ik denk dat het ook wel intensief gebruikt gaat worden. Dat is ook de uitdaging om het toch natuurlijk eruit te laten, een natuurlijke uitstraling te geven. En ja, toch een vrij intensief gebruikt park zal worden. Maar het is in verhouding tot echt een park is het wel relatief klein. Ja, en, en komt er ook iets in dat park terecht? Een kiosk of iets waar mensen koffie? Nee, gewoon... Nee, het is, het wordt gedeeltelijk ecologisch beheerd ook, om die natuur daar zijn gang te laten gaan. Dus weinig strak gemaaide gazons. Mm-hmm. Die komen er wel, er zijn wel plekken waar je gewoon wat kan zitten. Ja. En we willen daar een trapveldje maken voor kinderen. En er komt er wat paden doorheen. En voor de rest is het vooral ook op die hellingbanen waar je doorheen kan. Dus de grootte is wel beperkt. En dat trapveldje voor kinderen, dat is wel een open ruimte. Niet zo'n kruifkort met hekken eromheen. Nee, daar zitten we nu over na te denken. Wat voor vorm dat is. Hè. Wat we nu hebben gemaakt is eigenlijk een beeld van hoe het kan worden. Er is natuurlijk al heel veel dingen zijn al wel uitgewerkt. Maar mensen kunnen... We hebben het nu neergezet op de website om te kijken wat de reacties zijn. En als er echt... Er wordt ook gevraagd op de website van, als er nog opmerkingen of vragen zijn, kunnen ze altijd even contact opnemen. Ja. Zijn de inwoners meegenomen of betrokken in dat proces? Of? Bij dit ontwerp niet. Nee, dus dat is gewoon, dat is er... Het is ook, omdat het een beperkte ruimte is, is er ook niet heel veel. Hè. Het gaat erom, het doel was ook echt om een getijdenpark te maken, een natuurlijke inrichting. En vooral dat je daar kan de natuur en de historie kan beleven. Dus dat is geen plek voor een kiosk of een gebouw of dat soort zaken. Dat is niet de bedoeling. Oké, heel helder. En is er al iets te vertellen over de planning van de aanleg van dit park? Ik bedoel, wanneer kunnen we erin rondlopen? Wanneer kunnen we er rondlopen? Ik verwacht pas in de zomer 2022. Oké, dus dat duurt nog even. Dat duurt nog even, ja. En waarschijnlijk zitten we dan hopelijk weer in de situatie dat je echt met elkaar in rond mag lopen. Ja, we gaan eigenlijk dit winterseizoen zullen we nog wat nodige maaiwerkzaamheden gaan doen. En ook zorgen dat de grote bebossing allemaal weg is. In de waterlijn, dus wilgetenen die echt te groot zijn daar zo, om die weg te halen. Omdat je wil daar geen bos hebben. Er moet nog gesaneerd worden. Dus er wordt nu nog onderzoek uitgevoerd wat er precies gebeurt, moet gaan gebeuren. Ja. En dan zullen we de komende periode daar ook... Het is niet meteen mee gesaneerd of mee ontwikkeld met... Nee, helaas. Dat zou dat had ik wel gehoopt toen ik eraan begon. Maar en er is op de waterlijn zelf is er wel gesaneerd. Dus wat daar staat kan grotendeels ook blijven staan. Hè. We gaan alleen het grote opschot daar weghalen. Ja. Maar de sanering zit hem wel echt alleen op het landdeel. Dus, Komt omdat daar nog oude industriële vervuiling ligt. Ja, van vroeger van de scheepswerven. Ja, sta je nooit zo bij stil. Maar dat is natuurlijk echt, voordat je wat ziet op de grond, moet er heel veel gebeuren. Ja, dat is in stadswerven eigenlijk constant het geval. Er zitten heel veel obstakels in de ondergrond. En overal kom je wat tegen. En er zitten gewoon heel veel vervuilingen in van de scheepsindustrie van vroeger. Dus dat hoort dan bij het bouwrijp maken. Ja. Maar even, dat is nog niet helemaal klaar in Stadswerven. Ja, dat begrijp ik. Nou ja, zomer 2022, het is iets om naar uit te kijken. Ja, zeker. Heel mooi dat er in ieder geval zo'n groene zone ontstaat in deze wijk. Bedankt voor deze toelichting. Graag gedaan. En wellicht tot ziens. En als het park echt vorm krijgt... Is het wellicht leuk om deze uitzending nog eens even over te praten met elkaar? Zeker, ja. We gaan ook wel vanaf maart gaan we wel starten met de eerste werkzaamheden. Dus er gaat wel al de komende tijd wat gebeuren. Ja. Dus dan begint er al wat zichtbaar te worden. Ja, de damwanden worden dan geslagen aan de zijkanten op het landdeel. Voor de rest hebben we een ontheffing nodig. Dus stapje voor stapje zullen er wel zaken gaan gebeuren. Zullen we ook informeren over via Facebook of via de krant of iets dergelijks. Oké. We gaan het allemaal volgen. Dankjewel voor je komst hier naartoe en tot ziens. Graag, dankjewel. Oké. Succes. Dankjewel. Inter Amicos bestaat 125 jaar binnenkort. Een toneelvereniging met een hele rijke historie dan. Maar
Tegelijkertijd, om daar maar mee te beginnen, volgens mij dan ook een vereniging die nu niet echt veel kan doen vanwege de corona. Nee, dat klopt inderdaad. Alleen waar we nu heel erg de tijd voor nemen is de voorbereiding voor het 125-jarig bestaan. Dus daar hebben we nu allemaal iets meer tijd voor om daarmee bezig te zijn. En wat is precies de datum dat jullie 125 jaar bestaan? 25 oktober. Dat is nog even een eindje weg. Ja, ja. Met enige mazzel kun je dat alweer een beetje met elkaar vieren. Ja, Dan zijn we allemaal ingeënt wellicht. Zijn we een stukje verder. Ja, en we hebben ook besloten om het theaterseizoen te pakken. Dus 2021-2022 pakken we echt als ons feestjaar. Oké, dus je zit nu nog heel erg in de voorbereiding om dat mogelijk te gaan maken. Ja. Wat voor activiteiten lopen jullie op dit moment over na te denken? Nou ja, we zijn eigenlijk met elkaar begonnen met allerlei ideeën van wat willen we, wat kunnen we. Het mag zo gek zijn als mogelijk. En dat hebben we nu beperkt tot een aantal ideeën. Op een gegeven moment zaten we op de 20, 30 ideeën. Mm-hmm. Dat is wel heel veel in één jaar. Ja, ja. Dus dat hebben we eigenlijk nu redelijk beperkt. En we willen beginnen met op een gegeven moment op de website een klok. En daarin gaan we aftellen naar het jubileumjaar. Dus echt de precieze datum. Mm-hmm. En als we die bereikt hebben, dan willen we echt een soort oud en nieuw moment maken met elkaar. Okay. En dan proosten op het feestjaar. Dus dan gaan we echt met die klok aftellen en dat vieren op dat moment. We zijn nu heel druk bezig met een tijdschrift om te maken. Mm-hmm. Dat hebben ze bij het 100-jarig bestaan ook gedaan. Ja. En daarin willen we gewoon allerlei interviews met mensen. We hebben een aantal mensen die al meer dan 25 jaar bij de vereniging zitten. Dus dat soort dingen willen we allemaal daarin in benoemen. Toneelstukken, wat we gespeeld hebben, wat we gaan spelen. En even voor de kijkers en luisteraars thuis. Wat voor soort toneelstukken spelen jullie en waar zijn jullie eigenlijk precies actief? We hebben in ieder geval in de stad een eigen theatertje eigenlijk. Mm-hmm. Bij de Christiaan de Wetstraat is dat. Dat is superleuk klein theatertje met een eigen foyertje. Dus het is wel echt een heel leuk plekje eigenlijk, beetje verborgen. Je komt door een steegje en dan kom je eigenlijk op een soort schoolpleintje en daar zit het aan. Ja. En we spelen vooral, ik ben nog niet zo heel lang bij de vereniging, maar ik vind het hele stukken op redelijk niveau, zeg maar. Het zijn echt wel serieuze stukken. Mm-hmm. Maar de laatste tijd zijn we ook juist weer aan het experimenteren met, we hebben 2-1 actes gedaan, dus hele korte stukken, waarvan ook een improvisatiestuk. We hebben vorig jaar alternatieve productie gemaakt met een beetje kleinkunst. Dus allerlei kleine stukjes door elkaar. Mm-hmm. Bleken mensen opeens heel goed te kunnen zingen wat we niet wisten. En er zijn heel veel in ontdekt. Ja. En dat is wel een leuk stukje om ook te kijken wat kunnen we nog meer. Ja. Dus we zijn niet alleen van de serieuze, maar ook juist weer wat vrolijker. Wat met muziek. Ja. Dus en dingen als theatersport of improvisaties. Of doen jullie daar ook wat mee? Of? Nou, dat zijn we eigenlijk door corona een beetje gaan doen. Van we kunnen niks, we kunnen geen stuk maken. Dus wat gaan we dan doen? En mm-hmm. Toen hebben we inderdaad een paar avonden de vloer op georganiseerd. Ja. En dat vonden we eigenlijk heel erg leuk. Dus dat willen we gewoon om ons eigen spel te ontwikkelen en bezig te blijven. Gewoon af en toe organiseren met elkaar. Ja. En de vloer op, dat is zo'n soort, was een televisieprogramma waar improvisaties in voorkwamen. Hè? Je krijgt een opdracht eigenlijk. Je gaat het toneel op. Nou, dit en dit is de setting. Dit gaan jullie spelen. En dan gebeurt er iets als het goed is. Ja, ja. En jullie vereniging, buiten dat het dan binnenkort 125 jaar bestaat. Hoe dynamisch is het? Hoeveel leden hebben jullie? We hebben ongeveer 30 leden. Mm-hmm. En echt van alle leeftijden. Dus ouderen, jongeren, van alles ertussenin. Er zijn heel divers wel qua leeftijden. Je kunt dus ook voor de casting heb je voldoende keuze om steeds de juiste types te vinden. Ja, precies. Ik kan van kleintjes tot zeg maar hele oude, dat kan allemaal. Ja, en hebben jullie nog ruimte voor nieuwe leden? Ik bedoel, groeit de vereniging? Is daar... Ja, er is altijd ruimte. Er wordt sowieso heel vaak lessenseries georganiseerd. Die kunnen ook nieuwe mensen die zeggen, ik vind het leuk, die kunnen kijken of het wat voor ze is, of ze het wat vinden. Ja. Maar we hebben ook altijd hulp nodig met bijvoorbeeld decorbouw, techniek voor het licht. Daar zijn altijd mensen welkom om daarmee te helpen.
Dus er is altijd mogelijkheid om binnen te komen of een mailtje te sturen om wat te komen doen. Kijken hoe je je nuttig kunt maken in de... Zeker nu met het 125-jarig bestaan, want we willen natuurlijk hopen in oktober gewoon een groot stuk te gaan repeteren en spelen met iedereen. Ja. Dat iedereen een rol heeft. En al een beetje zicht op welk stuk zich daarbij uitstek voor leent? Of, ik zit verder niet in de artistieke commissie, maar ze willen wel iets groots, dat gewoon echt iedereen mee kan doen. Dus dat het voor alle mensen een rol is. Nou, daar heb je al een cast van 30 mensen ongeveer nodig. Dus dat is best wel een behoorlijk productie. Ja. Ja. Niet stiekem de ambitie om zoiets groots dan bijvoorbeeld ook in Kunstmin te laten zien? Of buiten jullie eigen gebouw? Ja, daar zijn we ook nu steeds meer naar aan het zoeken om samenwerking ook met anderen. Je hebt nu sowieso eigenlijk een groot theater nodig als je iets wil doen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook met Da Vinci wat contact gehad. We willen een promotiefilmpje maken voor ons jubileum. En om daar ook mee samen te werken. Ja. En als we niet binnen kunnen spelen, dan maar buiten. En dan echt in Dordt. Dus gewoon de stad in. Mm-hmm. Als het niet gaat, gewoon dat is dat je decor eigenlijk. Dan krijg je locatietheater. Ja. En als we dan gaan kijken naar het jubileum. Je zei al van, we nemen het theaterseizoen 21-22. Ja. We praten deze ochtend echt over dingen die nog wat verder weg in de tijd liggen. Ja, klopt. Hebben jullie al een beeld van hoe je dat theaterseizoen, buiten die grote productie die je natuurlijk jubileumgewijs doet, hoe je dat theaterseizoen verder zo feestelijk mogelijk gaat maken? Ja, we hebben dan dus inderdaad het proostmoment waar ik net over had. Ja. En we willen sowieso afsluiten ook met een feest, met eten, met elkaar en met de spelers. Mm-hmm. De plannen zijn groot, maar we weten niet hoe groot we ze uiteindelijk kunnen uitvoeren. Maar we willen ook heel graag nieuwe stoelen in de theaterzaal. Dus daar zijn we ook allerlei ideeën voor aan het ontwikkelen met adoptie van een stoel. Mm-hmm. En dat willen we eigenlijk proberen om dat van de grond te krijgen. Ja, een soort van crowdfunding. Ja, precies. Ja. Mensen een stoel kunnen adopteren of dat soort dingen zijn we nu heel erg aan het bespreken. Want überhaupt, jullie eigen theatertje, hoeveel mensen kunnen daarin? Ja, er kunnen volgens mij iets van 60, 68 mensen in, of 70 zoiets, dacht ik. Dus dat is toch een aardig, aardig zaaltje. En we zijn ook een beetje bekend, dat is een beetje een stoffige vereniging. En daar willen we ook heel erg van af. Want er is zoveel mogelijk. Ja. Dus dat is... Ik kan me voorstellen dat mensen dat een beetje kunnen denken. 125 jaar oud, dan komt er wat stof op te liggen, maar het wordt regelmatig afgestoft. Ja, precies. Ja, absoluut. Ja, en je zei ook al, we hebben mensen van alle leeftijden. Nou, jij hoort bij de jongere generatie, vermoed ik maar zo. Maar hoe ligt de verhouding? Groot aan de jongeren inmiddels? Of, Het blijft wel een beetje steeds vernieuwen. Er komen steeds wel weer mensen bij, 1 of 2 per seizoen. Maar ik denk dat het een beetje... wel redelijk goed verdeeld is. Dus we hebben wel aardig wat, een stuk 6, 7, 8... Wat ouderen die iets ouder dan 18 zijn, zeg maar. Ja. En ook weer wat jongeren. Maar je hebt ook de tussengroepen aardig wat mensen in zitten. Dus zo rond de 60 hebben we ook wel, wel nog aardig wat. Oké, ik probeer me er ook een voorstelling van te maken. Ja. Je hebt er pakweg 30 leden. Ja. Je hebt een eigen theatertje. Dat lijkt me heel veel werk buiten het feit dat je het leuk vindt om te repeteren en toneel te spelen. Om dat draaiende te houden. Wat komt er allemaal bij kijken? Ja, een heleboel. We hebben sinds kort eigenlijk allemaal commissies gemaakt. Dus we hebben een PR-commissie die zich daarmee bezighoudt. We hebben het jubileumteam, waar ik dan ook onderdeel van ben. Mm-hmm. Een bestuur. En zo proberen we een beheerscommissie, techniekcommissie. Dus iedereen heeft eigenlijk een aandeel in zo'n commissie, zodat we het met z'n allen kunnen dragen. Want het is inderdaad ontzettend veel werk. En ja. Zeker nu, je moet echt... Ja, heel veel dingen doen om het allemaal maar voor elkaar te krijgen. En het is voor iedereen zijn hobby. Ja. Dus dat houdt toch in dat je er heel veel tijd aan bezig bent. Ja, en een deel van die hobby is natuurlijk dat je elkaar kunt ontmoeten en samen echt dingen opzetten. Dat gaat natuurlijk heel stroef op dit moment. Ja, dat is heel lastig omdat je elkaar niet kan zien. Ja. We, nu ook met het jubileum, we proberen wel heel erg van, als het niet live kan, dan gaan we maar via de telefoon of via... Ja, dat is niet voor iedereen makkelijk. Ja, dus dan heb je online besprekingen. Dat heeft de hele wereld tegenwoordig. Ja, ik moet zeggen, ik zie altijd liever mensen, want het werkt veel makkelijker dan op die manier.
Maar we proberen wel steeds een beetje, als het weer wat meer kan, dan komen we weer bij elkaar en zo een beetje te wisselen. En wat we ook hebben gedaan is, toen het nog mocht, het hele theater opgeruimd. Ja. Dus het is nog nooit zo opgeruimd, de zolder is bijna leeg en alles is netjes. Dus dat hebben we elkaar toch een beetje gezien en een beetje dat contact. Dus, dat dus was daarmee staat eigenlijk alles klaar om straks te gaan vlammen in dat jubileum theaterjaar. Ja, wat zeker eraan zit te komen. Heeft de vereniging nog wensen? Zijn er dingen nodig vanuit Dordrecht of vanuit de samenleving hier om jullie jubileum een beetje kracht bij te zetten? Ja, altijd. Zoals, ja. Daar is. Ja. We zijn met het magazine bezig. Mm-hmm. En dan willen we ook vragen of inderdaad Dordtse ondernemingen daarin willen adverteren. Zodat wij dat weer kunnen gebruiken voor onze productie, zeg maar. En als het lukt, inderdaad, op een gegeven moment nieuwe stoelen is een hele grote wens. Dat is op... En even voor die adverteerders, wat wordt de oplage? Hoe gaan jullie het verspreiden? Zijn er al ideeën over? Er zijn wel ideeën over. Ja, het staat nog wel een beetje in de kinderschoenen. We zijn nu echt naar de inhoud aan het kijken van wat willen we erin, wat moet het zijn. Het wordt sowieso onder de vereniging verspreid. En we willen hem bij alle drie komende producties willen we hem ook verspreiden. Dus al het publiek kan hem dan aanschaffen. Ja, maar komt hij ook in een boekhandel te liggen? Of, Ja, dat kunnen we doen. Zover zijn we nog niet. Maar dat zou alleen maar leuk zijn als we het nog verder kunnen verspreiden. Ja, ik weet dat supermarkten een plaatjesboek hebben uitgebracht. Ik heb iets gehoord, ja. Ja. Er zat een aardige bijdrage in van de gemeente. Kunnen ze op een dan kunnen wij daarnaast. Dan moet ik eens gaan bellen, geloof ik. Oké, ik wens jullie in ieder geval via jou, de hele vereniging, heel erg veel succes. Ik moest je toch mijn schande bekennen. Ik ben nog niet in het theatertje geweest. Ja, het is schandalig. In de 6 jaar dat ik nu in Dordrecht woon. Dus ik kom graag een keer kijken zodra... dat weer een beetje makkelijk toegankelijk is. Ja, hartstikke leuk. Dus laten we daarover contact houden. Helemaal goed, ja. Het is nog even weg, maar heel veel succes met de voorbereidingen. En maak er een hartstikke mooi jubileumjaar van. Waarvan ik echt oprecht hoop dat het een jaar is waar je ook weer gewoon echt leuke dingen kunt ondernemen met elkaar. Want, en anders verzinnen we wel alternatieven, maar het wordt sowieso een goed jaar. Heel veel succes daarmee. Hartstikke bedankt. Tot ziens, want er zit nog wat tijd tussen. We kunnen wellicht een keer nog eens praten over hoe het er echt uit komt te zien, net voordat jullie gaan vlammen. Ja, hartstikke leuk. Ja. Oké. Okay. Helemaal goed. Dankjewel. Hartstikke bedankt. En aangeschoven is inmiddels Kees Dijkman. Goedemorgen, Gert-Jan. Goedemorgen, Kees. Leuk je te zien. Ja, we komen elkaar wel met enige regelmaat tegen. En jij bent op dit moment bezig in Dordyard of City University, wat er gevestigd is, omdat daar gebouwd wordt aan een boot voor, ik ben altijd de volgorde kwijt, bootrivierstad? Of stad? Ja, volgens mij is dat hem. Maar ik heb hetzelfde als jij, maar als die drie woorden erin voorkomen, dan snapt iedereen het. Ja, en ik had een beetje ook verwacht dat we vandaag Edward Thompson op die stoel zouden hebben zitten. Maar, die is onderweg. Die is onderweg, dus ik hoop nog dat die... zo kan aanschuiven. We beginnen even met jou, want jij bent bezig om over dat project, ik kan het mensen aanraden om af en toe het hoofd even om de hoek te steken bij de bouw. Als dat dan mag, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Mm. Er wordt hier een magnifieke boot gebouwd in deze oude scheepshal. Ja, dat is een project van het... Museum Dordrecht, Dordrecht Museum moet ik zeggen. En de initiatiefnemer, of de kunstenaar, je zei het al, is Edward Clydesdale Thompson. Die het idee had om het oude begrip rivier, boot en stad te gaan verbinden in eigentijdse vormen. Ja. En onderdeel dat bestaat uit een aantal delen. Eén onderdeel is het bouwen van de boot. Er wordt hier een 15 meter lange model van een tjalk gebouwd, die later door de stad heen geduwd of gesleept gaat worden en daar een spoor achterlaat, een zwart spoor, want hij is inmiddels dan zwart geblakerd. En laat een paar stukken achter die uiteindelijk in brons vereeuwigd moeten worden, zodat daar een
ja, een aantal, ja, ik noem het maar wrakstukken, maar in de mooie zin van het woord, op straat achterblijven, ja, in de buurt van het Hof en het museum. Ja, ik heb een paar maanden geleden heb ik Edward een keer een uitzending gehad. Dan hebben we ook een animatie gezien van hoe die route zou moeten verlopen. Het is eigenlijk een route die vanuit het Dordrecht Museum naar het Hof van Nederland gaat. Via een paar straten en door de kloostertuin heen. En daar moeten dan ook inderdaad die elementen achter gaan blijven. Dat is best een heel erg ambitieus plan. Ja. Dus ik ben echt razend benieuwd hoe dat er in de praktijk uit komt te zien. Ik bedoel, we zitten nu in de bouw van die boot in de Biesboschhal. Jij maakt daar een fotoserie van. Wat bracht jou op het idee om juist dit als onderwerp uit te kiezen? Nou, het is een beetje omgekeerd. Ik loop hier niet rond als fotograaf van het project. Zo moet je dat niet zien. Mm-hmm. Maar ik ben hier, en dat heet dan deftig floor manager. Ik zorg dat de zaken rond de boot vlot verlopen. Als er bezoek komt, ik zorg dat de mensen die hier werken, dat zijn een aantal vrijwilligers, dat zijn een aantal stagiaires, maar ook een stuk of drie professionele botenbouwers die echt verstand van zaken hebben. Dat die het naar hun zin hebben, een natje en een droogje hebben. Een soort manager van alles. Ja. Maar ondertussen kan ik het natuurlijk niet laten om daar foto's te maken van de vorderingen van de bouw. Maar ook, ja, die mooie vormen die zo'n boot dan, zo'n tjallak dan krijgt. Want ja, het is nogal niet niks. 15 meter lang, wat zal die zijn? Een meter of 3-4 breed. En 2-3 meter hoog. Dus ja, zeg, hij is ook behoorlijk hoog nog wel. Zeker. Ik heb hem al aan. Ja, ik zie hem natuurlijk iedere week. Maar je ziet hem ook gestaag vorderen. En ja, echt een behoorlijk postuur aannemen. Nou, dat is het leuke van dat proces volgen. Je ziet die vorderingen. Maar wat je ook ziet is dat er ook soms hele oude technieken gebruikt worden. In de vorm van het stomen van hout. Het is natuurlijk heel spectaculair om te zien hoe een plank, ja, ik zeg het maar even simpel in mijn woorden, een kist ingaat en daar met stoom en kokend water gebogen gaat worden om ja, uiteindelijk in de juiste vorm. En dat vervolgens weer tegen de huid van de boot geplakt wordt, ja, geschroefd. Ja, nee, dat vraagt ongelooflijk veel vakwerk. Nou, ja, ben jij floor manager en niet echt van de techniek, maar wat voor een ambachtsmensen en wat voor vrijwilligers lopen er allemaal om die boot heen om dat allemaal vorm te geven? Nou, ik weet van de botenbouwers die dus wel ervaring hebben met het bouwen van andere oude replica's. Denk aan schepen als de Batavia. Ja, de Batavia is denk ik in Nederland het meest bekende voorbeeld. Maar de stagiaires doen bijvoorbeeld zijn meubelmakers van de houtbewerking. Dus het zijn allemaal wel houtmensen die, ja, allemaal mensen die houden van die helemaal geur. Gek zijn, precies, die houden van de geur en het gevoel van hout, de buigzaamheid, het levendige van het hout. Ja. En je noemde al stagiaires. Nou weet ik dat ook City University hier in de hal druk bezig is om vooral opleidingen voor jongeren vorm te geven en te zorgen dat ze daar een hele belangrijke rol in spelen. Dus hier doen ook veel jongeren aan mee. Ja. Zijn dat echt halfjaarstages of weet jij hoe dat eruit ziet? Nee, ik weet dat niet heel precies, maar het is een kwestie van enkele weken, een maand of tweeënhalf, drie maanden. Ja. Die orde van grootte moet je denken. Maar het zijn echte werkstages. Deze mensen krijgen echt hele, nou, toch wel verantwoordelijke opdrachten om dingen te maken en passend te maken in het schip. Ja. En daar worden ze uiteraard bij geholpen door de professionals. En, ja. Lijkt mij voor een stagiair toch wel een tamelijk unieke ervaring om mee te mogen werken aan zo'n boot. Ja. Het is bijna zonde, denk ik, dat die boot daarna aarde, de fik gaat erin, we gaan hem door de stad slepen. En hij valt het uit elkaar. Dat is iets wat niet veel mensen, wat je een hoop mensen moet uitleggen, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar als je daarna achteraan vertelt dat het de bedoeling is om
ook definitief die stukken toch achter te laten. Mm-hmm. In de vorm van bronzen vormen. Ja, ja, dan en, kijkt men al wat gelukkiger. En als we dan even kijken, bedoel, je zegt van ja, ik was hier als floor manager en ja, ik heb toevallig altijd mijn camera bij me. Ja. Als je dan kijkt naar de fotoreportage die je toch voor jezelf in je hoofd hebt, ga je ook dat traject daarin meenemen van het slepen en dat wat er achterblijft in de stad? Of ben je dat nu zou heel ik wel erg... leuk vinden om dat ook of, mee te maken. Ja, of ben je nu heel erg gefocust op het ontstaan en de bouw? Ja. Ja, op dit moment wel. En ik hou me nog niet bezig van waar is de route, waar moet ik gaan staan of lopen en wat zijn de beste plekjes. Dat komt tegen die tijd wel en dat is nou, en dit voorjaar. Ik begreep van Edward dat het rond juni moet zijn dat er beweging komt in de boot en dat die naar zijn plek gaat, ja. Gesleept wordt, of door de stad gesleept dus, wordt. Dat dan het hoogtepunt van het project er moet zijn. En dan, nou, tegen die tijd zie ik als fotograaf al verder. Ja, dat is me nu lijkt me tegen die tijd heel spannend, want ja. het vraagt in ieder geval dat je weer groepsgewijs mag optrekken. Ja, dat hoop ik. In je eentje krijg je die boot niet van zijn plek. Nou, dat is nu wel ook toch wel lastig, want de essentie van het project is ook dat mensen uit Dordrecht deel kunnen nemen. Ja. Je kunt als vrijwilliger, er lopen ook drie vrijwilligers hier rond die op vrijdag of de dag dat ze uitkomt komen helpen. Ja, ja, dat is even, dat kan nog wel heel mondjesmaat. Je mag ook komen kijken, je mag straks misschien met een groep dat er gesleept wordt. Mm-hmm. Met je wijk of met je voetbalclub of met je toneelvereniging helpen die boot slepen. Maar dan moet wel corona dat toelaten uiteraard. En dat betreft zijn het onzekere tijden. Dat blijft een onzekere factor nog de komende maanden. Daar hebben we echt wel mee te dealen. Ja. Als we gaan kijken, bedoel, we kennen jou als fotograaf ook voor het andere werk. Ik weet dat je soms exposeert, dat je prachtige reportages in een sociale context maakt. Heb je ook al een beeld van wat je met deze reportage wilt gaan bereiken of wilt gaan doen? Ga je er een boekje van maken? Gaan we een expositie zien? Heb je daar een beeld bij? Nog niet. Ik doe dit op dit moment helemaal voor mezelf en dat is het... Het aardige van mijn werk van de laatste jaren, als je wel wat op leeftijd komt, dan kan je de dingen doen die je leuk vindt. En het komt zoals het komt. Ja. Dat is sowieso mijn werken. Ik kijk een beetje om me heen, dan zeg ik het wel heel simpel, maar loop door de stad. Maar nu ben ik op deze plek en kijk wat er gebeurt. En ik loop mee met de boot naar het museum en het hof. En ga daar mijn plaatje schieten. En wat er uiteindelijk uitrolt, ik zou het je nog niet durven zeggen. Nee, als dat leidt tot een iets wat je kunt laten zien aan de mensen, dan zou ik wel heel leuk vinden. Daar ben je tenslotte ook fotograaf. We hebben een paar foto's, die hebben we even in dit gesprek al getoond aan de kijkers thuis. Als jij naar die boot kijkt met een fotografenoog... Wat wil je nou heel graag daarin vastleggen? Wat gebeurt er met jouw fotografenbrein op het moment dat je bij dat schip staat? Nou, dan zie ik vooral een groot ding. Laat ik daar eens mee beginnen. Als je daar langs loopt of naartoe loopt, wordt het ding steeds groter. Mm-hmm. Dan sta je heel toch onder de indruk onder die boot in aanbouw. Twee, de hout, ook dat pakt me toch, die structuur van het hout, die vezel, maar ook de lijnen van de huid die nu zichtbaar worden, die planken die tegen de huid staan. Daarvoor waren het vooral de ribben die dwars op de kiel stonden en die een mooi ritme vormden. De veeg van de bovenkant van de boot, die is natuurlijk prachtig, die ronde vorm. Nou, dat zijn allemaal dingen die me toch als fotograaf boeien. En waar ik dan graag fotootjes van wil maken, platen van wil maken. Ja, en dan kies je ook voor close-ups en voor... Nou, dat wisselt dus. Soms moet je er wat dichter op gestaan als je de vezeligheid wil pakken. Mm-hmm. Met het licht wat er langs strijkt, waardoor je die structuur van die huid zo mooi kan zien. En soms moet je wat meer afstand nemen om de grote lijnen in beeld te brengen. Ja.
En dan gaat ook de omgeving natuurlijk een rol spelen van die leuke hal die hier staat. Ja, en nou meen ik dat ik ook wel foto's heb gezien met mensen erop die gewoon echt aan de slag zijn. Ja. Dat is ook wel nadrukkelijk jouw bedoeling, dat je ook het werk zelf, de mensen die dat vakwerk verrichten, in beeld brengt. Ja, mensen aan het werk vind ik sowieso een leuk onderwerp als het gaat over portretten. Mensen die op hun plek zijn, dat is een beetje de rode draad door mijn hele werk. Maar dat kan ook een werkplek zijn waar mensen geboeid worden, in dit geval door dat hout. Je ziet het aan die gezichten, hoe ze bijna in gevecht zijn met zo'n plank om krom te krijgen of om hem ter plek te krijgen. En hoe dat precies uitgemeten wordt of soms met letterlijk stoom en kokend water voor elkaar gekregen wordt. Nou, en dat is ontzettend boeiend om in beeld te brengen. Nou ja, ik verheug me heel erg op de serie die je aan het maken bent. Ik ben blij dat je hier als floor manager bezig bent. Ik ook. Ik ben vooral ook word erg gelukkig van het feit dat je bezig bent om dat wat hier gebeurt ook in beeld te vangen. Want die boot die vergaat straks weer. En dan hebben we gelukkig de beelden nog. Ja. Overigens worden er ook van andere hoeken nog door mensen van Edward plaatjes gemaakt en hoe heet het ook weer, timelapsen gemaakt, hoe dat volgt. Ja. Maar dat gebeurt van een wat grotere afstand en ik probeer er wat, zo dicht mogelijk bovenop te zitten. Je kruipt er echt in de huid van. Echt op de huid gaan zitten, ja. In dit geval de huid van het schip. Oké, ik wens jou in ieder geval heel erg veel succes. Dankjewel. Met het afronden van die documentaire. Ik ga even kijken of onze volgende gast gaat aanschuiven, want we gaan zo praten over de voedseltransitie hier op het eiland. Nou ja, jij houdt je als floor manager wel bezig met het voedsel hier. Voedsel bezig, de mensen die hier druk aan het werk zijn. Waarschijnlijk heb jij straks ook weer te zorgen voor een lunch. Ja, als het goed. Ja, klopt. Ja. Dus wie weet wat voor lunch dat wordt. Nou ja, ik vrees vandaag nog even van de Jumbo, maar. Ja, dat. Maar we staan ook. In ieder geval heel veel succes met jouw werk. En laten we volgen hoe het met jouw reportage vordert. En ik hoop daar over een tijdje weer wat van te zien. Kees Dijkman, dank je wel. Graag gedaan. En aangeschoven is Connie de Heij. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in Weekend Magazine. We gaan met elkaar in gesprek over het onderwerp voeding, maar dan wel op een hele, hele bijzondere manier. Ik zei net we waren al bezig met de lunch hier voor de werklui in de Biesboshal. Die komt uit de Jumbo. Jij houdt je bezig met wat met een moeilijk woord voedseltransitie heet op het eiland van Dordrecht. Ik weet uit tal van plaatsen in Nederland dat redelijk actueel is en redelijke vlucht neemt. Hoe staan we er in Dordrecht voor? Wat gebeurt er op dit moment op dat onderwerp? Er gebeurt wel het een en ander, maar wel heel erg in eigen kringetjes. Je hebt de stadslandbouwkas, de zorgboerderij De Zuidpunt, waar groentepakketten voor de stad worden gemaakt. Er is Kwekersgilde van Patrick, die op koffiedrappen oesterzwammen kweekt. Er zijn allerlei moestuinen in de stad. We hebben wijngaarden. En op sommige punten werken ze wel samen. Maar wij zouden dat nog zo heel graag, wij is Marco Brandt en ik, die samenwerken in de werkgroep Natuur, Voeding en Gezondheid van Platform Duurzaam Dordt, zouden graag die verbinding op gang willen brengen. Ja want mensen kennen jou van Duurzaam Dordt volgens mij ook heel goed, omdat jij al jaren op al dat soort activiteiten actief bent. Als het nu gaat over voeding specifiek, je noemde Marco Brandt al als jouw compaan in dit geheel. Marco en ook jij zelf, ik ken jullie als verbinders pur sang. Hoe zijn jullie nu bezig om die verbinding tussen al die
prachtige initiatieven die er op zich in de stad zijn, om dat wat dichter bij elkaar te brengen? Wij zijn vorig jaar begonnen om met heel veel mensen in gesprek te gaan. Met boeren, maar ook met mensen uit de horeca. Mm-hmm. Maar door corona, we zouden graag heel graag al die mensen bij elkaar willen brengen om elkaar te leren kennen. Ja. En om ook met elkaar te bedenken van hoe willen wij dat er met voedsel omgegaan wordt op het eiland van Dordrecht en daarbuiten natuurlijk. Want buiten Dordrecht gebeuren ook heel veel mooie dingen. Maar zolang we daar... We moeten daarover met elkaar in gesprek. Want voedsel van dichtbij, zoals wij dat makkelijk noemen, of de korte keten, de keten van boer naar bord, zonder allerlei tussenpersonen daartussen. Ja, die levert gewoon heel veel op voor de stad. Ik vind van boer naar bord vind ik wel lekker klinken. Dat is... Ja, dat is ook weer een beetje populair. Maar maakt het wel duidelijk wat de bedoeling is. Want het levert, wat ik al zei, heel veel op voor de stad. Het levert op dat we minder voedselkilometers hebben. Dat mensen bewuster zijn van wat ze eten. En daardoor minder voedselverspilling. Maar het kan ook hele mooie... en dus minder afval. Het kan ook hele mooie samenwerkingsverbanden opleveren. Participatieplekken, sociale plekken. Ja. Voedsel is natuurlijk bij uitstek iets wat je graag met elkaar doet. Dus er zijn in het land, zie je ook steeds meer gemeenschapslandbouw. Dat zijn inmiddels zijn er iets van 120 boeren die worden ingehuurd door gezinnen. Ja. En dan levert één boer voor 120 of nee, voor 200 gezinnen of voor 250 gezinnen jaar rond. Ja. Dat is dat concept, geloof ik, van herenboeren. Nee, herenboeren gaat weer een stapje verder. Okay. De gemeenschapsboeren die doen alleen de groenten. Ja. Dus dan kan je zelf komen oogsten. Mm-hmm. Wat het natuurlijk ook al veel leuker maakt en je veel bewuster maakt van wat er groeit. Je eet van het seizoen en dat het soms ook een beetje mis kan gaan of dat er beestjes in zitten. Wat heel goed is voor de biodiversiteit, had ik nog niet genoemd. Maar wat minder voor je bord. Nou, wat minder voor je bord, maar we moeten toch steeds meer insecten gaan eten. Dus dat wormpje kan er ook wel bij. En de herenboerenconcept, die levert ook nog vlees en zuivel en andere producten die we nu gewoon in de supermarkt halen veelal. Dus wat we willen heel graag is dat er meer voedsel beschikbaar komt uit van het eiland van Dordrecht. Er is kans om op te schalen. Er worden nu pakketten gemaakt. Zo'n 100 gezinnen nemen pakketten af van de Zuidpunt. Maar dat aantal kan nog veel meer worden uitgebreid. Maar dan moeten de mensen in Dordrecht daar ook open voor staan. Ja. Dus we hebben aan twee kanten. We moeten aan de kant van de producent proberen mensen te verbinden. En bijvoorbeeld de stadslandbouwkas die heeft heel veel ruimte. En daar kan ook jaar rond dan geproduceerd worden. En de consumenten, daar moeten we ook mee aan de slag. Want die moeten uiteindelijk die stap zetten om anders te gaan eten. En als we nou met die laatste doelgroep eens even beginnen, met de consument. Gewoon de dordtenaar die iedere avond in ieder geval een maaltijd op tafel zet. Wat proberen jullie te ontwikkelen om die dordtenaar te bereiken? Om te zorgen dat mensen zich wat meer bewust worden van dat wat ze op tafel zetten in de avond? Zover zijn we nog niet. Wat we wel proberen is om zoveel mogelijk en ook hier bijvoorbeeld uit te dragen dat je bij de Zuidpunt een hele lekkere groentetas kan bestellen. Voor echt een, voor 7 euro heb je een tas vol met groenten van Dordtse bodem. Mm-hmm. En we proberen ook rechtstreeks te promoten. Rechtstreeks haalt vanuit 50 kilometer rondom Rotterdam en Dordrecht producten rechtstreeks bij de boer. Ja. En die kan je afhalen bij Door op de Spuiboulevard. Er waren ooit meer plekken, maar helaas is dat
ja, weer verdwenen. Mm-hmm. Dat heeft voor een deel ook te maken met ja, verminderde behoeften. Al is het bij door knetterdruk op sommige dagen. Maar ook daar kan veel meer gebeuren. Ja. Je moet er alleen iets meer moeite voor doen. Want je moet één keer per week je pakket ophalen. En, ja, maar ik bedoel, je moet ook boodschappen doen. Dus dat is een kwestie van een mindset, dus, denk ik dan. Absoluut. Maar we zouden heel graag mooie maaltijden willen organiseren met spullen van dichtbij. Maar ja, alles ligt een beetje stil, hè? Dat is een beetje jammer. Maar het is natuurlijk wel de fase waarin je plannen kunt maken om te zorgen dat je dat doel dichterbij brengt. Dus vandaar dat ik ook even vroeg naar die consument. Want ontwikkelen jullie al ideeën van hoe je dat publicitair of in de promotie aan wilt pakken om die dortenaar te bereiken? Ik bedoel, zijn jullie met dat vraagstuk bezig? Ja, natuurlijk. Maar ook dat doen we dan in samenwerking met partners. Mm-hmm. Het is, Marco en ik willen de kar trekken, maar we kunnen het de voedseltransitie kunnen we niet zelf doen. We moeten kijken waar de energie zit. Er gebeurt in Dordrecht op dit moment heel weinig met of tegen voedselverspilling. Mm-hmm. In andere steden heb je wel weer activiteiten daar rondomheen. Maar dat kunnen wij niet met z'n tweetjes gaan opzetten als vrijwilligers. Dus we moeten kijken wat er in Dordrecht gebeurt en waar mensen ook met elkaar naar buiten willen treden. En zo kunnen we elkaar alleen maar versterken. Ja. En als we dan kijken naar voedselverspilling. Ik heb wel eens begrepen dat we als samenleving behoorlijk wat voeding weggooien. Ik bedoel, heb jij zicht op wat voor hoeveelheden, over wat voor proporties we het dan hebben? Nee, ik heb die cijfers niet in mijn hoofd, maar het is heel veel. En we zien dat supermarkten daar ook aandacht voor hebben door hun spullen tegen een aantrekkelijker tarief te verkopen. Ja. En dat zet ook best zoden aan de dijk. Maar het gaat er ook vooral om dat je zelfbewust wordt. Hè? En daar op tv, we worden er overal folders van de supermarkten. Er is al best heel veel aandacht voor. Mm-hmm. Maar we zijn het zelf die het uiteindelijk moeten doen. En niet meer de kiloknallers kopen, maar dan maar bruine bonen. Want daar krijg je ook je eiwit mee binnen. Dan blijft het toch altijd weer hangen dat huishoudens kiezen voor gemak. Ja. En iets al snel dat gedoe vinden. Ik hoop dat ze het gemak gaan ervaren van dat het toch ook heel leuk is om lokaal je producten te krijgen en daar dingen mee te doen. En dat in het land zie je ook dat de leveranciers van pakketten, en dan zeker van dichtbij, dat die enorme aanvragen hebben gekregen, zeker door corona ook. Mm-hmm. En mensen zijn zich ook wel langzamerhand steeds meer bewust van wat ze in hun mond stoppen en waar het vandaan komt. Het wordt nu nog ook heel erg gezien als iets elitairs. Maar als je voor €300 per jaar een heel jaar groente kan halen, dan is dat volgens mij niet heel, per definitie heel elitair. Dat klinkt als een heel schappelijk bedrag. Ja, deze tijd waar mensen toch wat meer op hun eigen thuissituatie teruggewerpen is misschien wel ideaal om toch bewuster te kiezen van we maken het zo leuk mogelijk thuis en we besteden tijd en aandacht aan eten en aan dat voedsel wat we op tafel zetten. Dus ik wens Marco en jou in ieder geval heel erg veel succes met die beweging van boer naar bord, zeg ik dan toch maar even. En ik hoop dat we snel elkaar ook weer echt kunnen ontmoeten. Zodat die samenwerking tussen al die pareltjes die er echt in Dordrecht zijn op dit gebied echt met elkaar verbonden raken. Ja, en dat we dan even lekker iets gaan eten. Lijkt me top. Heel veel succes daarmee. En zet hem op. En ik zal het in ieder geval met belangstelling volgen. Wordt vervolgd. Dankjewel, Connie. Okay. En aangeschoven. Hallo. Hallo. Edward. Nice to meet you again. Nice to be back. Thank you for having me. A few months ago, we had a talk in the same
program, when you started to build the boats you are working on, we saw this beautiful animation at that time. At what point of the project have you arrived now? Well, we are now, let's say, four months later, maybe 3.5 months later. We are a bit over halfway with the boat, maybe two-thirds of the way through the build of the boat. So the keel is there, the stern is there, most of the ribs are there. We're now doing the planking on the outside of the boat. So the boat, we're bending the wood. We've built a steam machine to be able to heat the wood up to get enough flexibility, let's say, within the structure of the wood to be able to bend it. The production of the boat is with quite old techniques. It is. I mean, it's a handcraft, really, building a boat. It's very old knowledge, let's say. It's not a knowledge that is widely spread. We have three very skilled boat builders that have spent a lot of their lives doing historic reconstructions of boat builders, and they're leading the boat because they know all of these old techniques. There's a way of doing things, there's a way of working with the wood, and this is not a knowledge that I have. And it's amazing to see them working. And we also have very young apprentices from the Da Vinci College. Okay. We're on our second team of apprentices now. We have each team comes in for 10 weeks, and we have four apprentices at a time. So we did one team, and now we're on our second team. And they're learning also these old woodworking techniques, but also a lot about how to work with solid wood. It's difficult for people to get apprenticeships these days, and especially working with solid wood, with the real material. Most apprenticeships within the field of carpentry that they're working. It must be very exciting for young people, I think, to experience these old techniques, and I imagine they have a lot of fun working with that technique. I think so. I hope so. They seem to enjoy it. I think they get a lot out of it. There are certainly a lot of things to learn, a lot of challenges, of course, to overcome. So yes, it seems like they're enjoying. And in general, how many people are working on this project? It must be huge to. Well, we have this team of three, let's say, master boat builders that are leading the build, and then we always have four apprentices working with them, so that's seven, and then we have three volunteers currently. We would like to have more, but with the safety regulations at the moment, we want to be able to keep a distance, so that's quite okay like that. So there's about 10 people working on the boat, not all every day, but... And then I have my own team in the studio working on it. So we're about another three or four people working on it. So there's, 10 to 15 people, let's say, on different days. The corona regulations, is it causing any delay in the project or? It does cause, it causes delays. It certainly caused a big delay in the beginning where all work had to stop, so we would have had the event by now. So we had to stop for 6 months. Yeah. We started the build again, and now we've implemented distancing and safety measures, which don't necessarily slow down the process as such. But we cannot bring as many people in to help as we would want to because we need to keep some space. So it slows it down a bit, but I'm thankful that we are still able to continue to build on it as we can keep enough distance here for that. But what I find a shame is that we had planned many activities throughout the build. Every month we were going to have an open activity here, opening up some of the history of the Binnenfahrt, the history of shipbuilding, the nature of the project. And of course, we cannot invite people here. That is simply It's quite disappointing that
you cannot organize these events. Yeah, this is very disappointing. We've been trying to find other ways. So we did an interview which was on YouTube, and we've been making lots of small videos to try to bring people along with the build. And we're continuing in that, doing these other kinds of activities that we can do at this moment. Okay, and I remember the animation you showed us the first time you visited this program. It was astonishing and spectacular to see the boat coming through the garden of the Dordrecht Museum on its way to Hof van Nederland. Is there a date set already when that happening will take place? Yes. We have set a date. The 19th of June is the date, and I hope we can stick to that date. Yeah. Everything depends on in what way the virus develops over the coming months. Yeah. We will delay the event in case there are still restrictions in the public space as to how many people can come together. In that case, we'll push it to September. Yeah. It's very important that many people can come to the event, not just because we need to pull the boat together, but also we want, of course, an audience to see it. Yeah, so I can imagine you also want an audience, but you also have you need a lot of people. We need a lot of people to pull and push the boat exactly through the streets where it's going to be. I remember that the boat will be kind of burned first before you are going to pull it. Why was that? Well, it was a form of transformation. So it first the boat is built, then it is transformed into charcoal, and then it is then cast afterwards in bronze to come back as the sculptures. So it's this process of transformation from one from one material into another, from one form into another. It's it also changes it into a kind of a drawing tool in a sense. So it draws a line as it passes on its journey. Well, I hardly can't wait until the 19th of June. I wish you a lot of success finishing this lovely ship. I look at it every week. It's developing well. It's a marvelous project. So thank you for being in our show. And see you later. Dit was het weer voor vandaag. Weekend Magazine. Een fijne dag en tot volgende week.